op een te gekke nostalgische plek terechtgekomen. Maar ik ben niet de enige die op reis gaat. Deze week krijgen Erik en Natasha een reis naar Tobago, waar ze gaan trouwen. Als husband and wife. En Frederik vliegt binnen 10 uur naar een van de opmerkelijkste landen ter wereld, Cuba. Waar ze landt bij de hoofdstad, Havana. Wie Cuba zegt, denkt aan oldmobiles, sigaren en salsa. Maar ook aan communisme, Che Guevara en Fidel Castro. Cuba is namelijk sinds het begin van de jaren 60 een communistische staat. Het is dan ook nog niet zo lang geleden dat toerisme naar dit exotische eiland vrijwel onmogelijk was. Maar nu de grenzen voor het toerisme weer open zijn, waan je je terug in de tijd en herleven de Cubaanse jaren 50. Frederik begint haar rondreis in het koloniale Havana. Volgens mij zit ik in het mooiste hotel van Havana. Als je hier zwemt, dan zie je de stad aan je voorbij trekken. Moet je nou kijken, dit uitzicht. In het sprookjesachtige Havana kom je op elke straathoek wel iets interessants tegen. Ik kan niet wachten om de stad in te gaan. Barokke kerken, opzwepende muziek, de vele charmante pleintjes. Ze vormen een kleurig tafereel. De 4 hoofdpleinen van oud Havana worden omringd door grandioze monumenten. Het koloniale hart van Havana is in 1982 door UNESCO dan ook niet voor niets uitgeroepen tot werelderfgoed. Hi Frederik, I'm Orestes. Hello, Orestes. I would like to show you our city. This is Cathedral Square, and it owes its name to the Saint Metropolitan Cathedral Church of Havana. This the best Baroque religious building in our country. Today it is the settlement of the Archbishop of Havana, who is also a cardinal. It is open to calls. Okay. We have 2 masses here, one very early in the morning, on Sunday morning, and the other one at 10:30. That is the main one. Uh-huh. And in this mass, the celebration is made by the bishop himself, in many cases. All the buildings surrounding the square are buildings from the 18th century. Naast de prachtige cultuur zijn de geweldige jaren 50 bolides. De Cubanen zijn ook het meest trots op hun auto. Ze staan dat ding de hele dag te poetsen. Mijn vader ook trouwens. Havana is één groot openluchtmuseum voor auto's uit de jaren 50. Zowel de oude auto's als de vervallen gebouwen geven de toestand van het eiland goed weer. Maar ze geven het land ook haar charmes. Net als salsa. Nog voordat kleine kindjes kunnen lopen, hebben ze de salsa volledig onder de knie. Cuba is de bakermat van de moderne salsa-muziek. Hier kwamen honderden jaren geleden in de hoogtijdagen van de slavernij Afrikaanse dans en Spaanse gitaarmuziek met elkaar in aanraking. En zo ontstond deze opwindende dans, salsa. Es muy guajira y muy sentido alegre canto. Muchas gracias, Toro. Oh, dit is zo ongelooflijk gaaf. Ik heb nog nooit zo leuk gedanst in mijn hele leven. Fantastisch met deze mensen. Ik ben echt helemaal duizelig, maar ik heb me er gewoon een overgeven. Gegeven. En ook zo'n band erbij. Het is echt qué bueno. Frederik is in Vinales, een pittoresk dorpje, gesticht in 1707. Over het stilstaan van de tijd gesproken, hier gebeurt echt helemaal niks. Vlakbij Vinales ligt het natuurreservaat Sierra del Rosario. Het hoogtepunt is Orquidiario Soroa, de oudste orchideeëntuin ter wereld en een goed bewaard geheim van de Cubanen. Ernesto, how many kinds of orchids do you have in this garden? In the garden we have about 700 different species of orchids, including 100 species from Cuba.
This is the cattleya. This is the queen of the orchid flowers. It's from South America. In this case, this is the national flower of Venezuela. This is very important to us because this orchid is endemic to Cuba, endemic to Pinal del Río province. So we can find this species only in Pinal del Río. The name is Broustonia cubensis. Cubensis because it's only from Cuba. It comes in and then goes out every day. So baby, I've got to know just what you want, what you need in each and every single way. In hetzelfde reservaat liggen de prachtige El Salto watervallen. Een verkoelende plek om even uit te rusten tijdens een wandeling in dit mooie eco-oord. 11 de la noche in San Salvador, El Salvador. Dit was zo gaaf. Dan sta je erachter en je wordt bijna niet nat. Maar het is wel heel gevaarlijk om daar naartoe te lopen, want die is ongelooflijk glibberig. En de natuur heeft in het verre westen van Cuba iets heel speciaals te bieden. In de provincie Pinar del Río, zo'n 4 uur rijden van Havana, groeit het exportproduct van Cuba. Toen Columbus hier in 1492 voet aan wal zette, hoopte hij goud en andere rijkdommen te vinden. Dat was echter niet het geval, maar wat hij wel vond was het groene goud, oftewel de tabaksplant. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué determina que un puro sea bueno? Bueno, determina que la hoja sea la mejor de la mata, a la vez que la calidad de la hoja y la curación del tabaco, que se extienda un poco más el proceso. ¿Y por qué se cultiva la mejor tabaco del mundo en esta área? Bueno, porque las tierras son muy fértiles y a través son muy arenosas, en esta zona de aquí de Vuelta Abajo de Pinar del Río, que aquí es donde sale la materia prima del Coiba, del Montecristo, todas esas marcas de tabaco. Bueno, quisiera que le hiciera un puro. Sí. Tabak wordt op Cuba al sinds de pre-Columbiaanse tijd verbouwd. Soms duurt het wel 4 jaar om de tabak te rijpen voordat het klaar is om tot sigaren gerold te worden. Maar dan heb je ook de allerbeste sigaar. Niet echt mijn ding. Maar het is natuurlijk heel bijzonder om zo'n Cubaanse jongen tussen je vingers te hebben.